Op zondag 30 januari organiseert de wandelsportvereniging Amici Tia uit Mil de winterserie. Deze wandeltocht kon je lopen in 5, 10, 15, 20 en 25 kilometer. Met een groot deelnemersveld en mooi weer gingen de deelnemers enthousiast op pad. De inschrijving en start was als vanouds bij Clubhuis op goede voet aan de Sportweg 13 in Mil. We zijn vandaag gestart voor de 47e winterwandeling. De derde wandeling van dit seizoen. Gelukkig kon hij doorgaan. De coronamaatregelen die laten het toe. Het heeft erom gehouden, maar we kunnen starten vandaag. We hebben ook al ongeveer 200 deelnemers. Daar zijn we super blij mee. En we hopen dat iedereen geniet vandaag, want het is een prachtige dag om te wandelen. De afstanden die u kunt lopen op zo'n wandeltocht, dat is minimaal 5 kilometer, 10, 15, 20 en 25. En bij de Milse Mars en de laatste wandeling van de winterserie hebben we zelfs een tocht van 40 kilometer. Dat is een prima voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse, die hopelijk dit jaar ook weer door kan gaan. We bestaan ondertussen 63 jaar. Daar zijn we erg blij mee dat we er nog steeds zijn. En dat we toch nog steeds vrijwilligers hebben die ons overal mee helpen. We organiseren nog meer als alleen een winterserie. We hebben ook een Milse Mars. We hebben een avondvierdaagse. We hebben een donderdagavondwandelgroep. Die donderdagavondwandelgroep is voor iedereen toegankelijk. Voor een passepartout van €12,50 kunt u het hele winterseizoen, totdat de zomertijd weer begint, meewandelen. En de winterwandelingen en dergelijke krijgt u daarbij cadeau. U kunt lid worden van onze vereniging vanaf €27 per jaar. U krijgt daar een shirtje bij. En heel veel wandelplezier.